Goed, aan tafel naar ons gehoord. Hans de Vries, vastzitter van Dwarsbelang Boerenpost. En Erwin Bremen, die is vastzitter van Bruisen Boerenpost. Nou, wat had er in met oor te meisje om daar maar zo mee te beginnen? Eigenlijk alles. Vastzitters, in van Bruisen Boerenpost en de oren van de gewone Boerenpost? Eigenlijk alles. Bruisen Boerenpost, dat kan Erwin aan beter even zeggen. Maar dat is, het is een combinatie van Dwarsbelang, Feestweken, Commissie, Buvo, Business Club. Dus en die ben dan samen had die een vereniging opgericht. Wat gebeurt er dan? Dus koos een telefoon naar hem toe. Ja, dan ga ik het weer. Had ik je niet in veer. Ja. Maar dan niet in veer. Oké, niks. Oké, mooi. Ja. Dus eigenlijk is Bruisen Buitenpost dat er ben afgevaardigden van verschillende verenigingen uit Buitenpost. Ja, vanuit elke vereniging is een bestuurslid aangeschoven en zo proberen we de samenhang in Buitenpost te hebben. Dat als er iets georganiseerd wordt, wat kan een andere partij daaraan toevoegen? Hoe kunnen ze daarop anticiperen? Denk aan op het moment dat een concours in piek is, dan staat er een feesttent. Als die daar een avond van tevoren al staat, kan een plaatselijk belang er misschien iets mee. Of kan de winkeliersvereniging iets mee. Op het moment dat er een kerstmarkt is, hey, dan is dat misschien ook wel leuk om daar nog iets anders aan te koppelen. Dus feestweekcommissie, kijk daar ook eens in mee. Ja. Dus. Bruisend bij de post, want er gebeurt een soort, er neemt een paar dingen al op. Ja. Je maakt een paar echte grote activiteiten. Ja. Maar dat, als er nou een customer soort, dan is er dus de vinger altijd nog krijgt even iets wat meer opvalt. Stek je dat ik? Nee, dat is, nou, het is altijd zo. Dus je kan je daar naar kijken. Maar voor mij moet je uitgaan vanuit eigen kracht. En volgens mij, als Buitenpost wegvalt, dan is het jammer van Kasma. Als Ruisterveen wegvalt, is het jammer van Kasma. Voor mij moet je niet kijken als tegenstander, maar moet je kijken in het samen op. Nee, zo bedoel ik het net. Hè? Maar, dus, maar die slag je er op een of andere manier in om meer nice te halen, terwijl Jim ik een enorm groot concours in piek ga elke keer. Dat is echt heel verneemd. Absoluut. Dus wat dat betreft door maar mij. Concours in piek, wel de dier van de grutteren in Noord-Nederland. Ja. Dat is altijd zo geweest. En Serieus had de wieleronde, dat is ook een van de grutteren in Noord-Nederland. Ja, ja, dus dat kan ik hoor ik wel versterken. Hè? Ja. En nog had Jim er maar van. Want ik ga ik begrepen dat je met Jon Berlijn om inderdaad ik de bevolking erbij te bloeken. Klopt. Hoe gaat dat? Nou, we hadden met de ledenvergadering van Plaatsen Belang hadden we de zwaar gaan. Dat zwaar is dit hier al verhoren, dat weten we al jaar. En hoe dat al hier wordt, weten we al jaar ik net. Dus het is eigenlijk heel onduidelijk nog. Toen hadden we als Plaatsen Belang, ik zei, wie maakt de zwaar dat de bevolking daar ik in mei participeren kan en ik in mei praten kan. Toen kwam Bruisen Buitenpost mij de leegstand in het dorp. We hadden een grote leegstand en gelukkig is dat er een beetje op zijn retour, maar er is nog steeds leegstand. Nou, wie ben meesten nodig om mij te sparen om dat door de zwart te krijgen? Bruisen Buitenpost ben meesten nodig om over die leegstand. We zijn een keer dat volle beter in je vet jetten. Nog de samenwerking zo goed is. Leven dat de jaren dan en dan pakken we daar niet in je jonne voor. En nou wie het, ga ik lezen het thema, wie hoe wat ik 100 in Buitenpost. Dus en is het, kunnen we het bestellen als een soort dwarfsvisie van je had de bewoners vragen van hoe zorg je Buitenpost over 4 wat zie je neer? Ja. En daar had een jonne oor best. Ja, maar het is een onvul eigenlijk. Hoe word ik 100 in Buitenpost? En hoe kunnen we daar commercieel en maatschappelijk vastgoed voor inzetten? Dan past hij niet een keer bij de stroom, tagelijk op dezelfde jongen. En nou hadden die jongen al gehad. En hoe wie de opkomst? We hadden een goede 24 man gehad. Dat ben al jaar een beetje meesten die men trouwens persoonlijk uitnodigen. We zijn nou, een beetje sleutelfiguren, een raar woord, maar meesten die in het dorp ik wil wat doggen. Dus die hebben we in eerste instantie uitnodigen en dan hebben we 18 februari, de tweede jongen. En dan wordt het breder lutsen en dan willen we eigenlijk ook zien, als we punten pakken kennen, zeg je, hey, denk je een slag en daar hebben we een slag. Ja, maar dit is een eerste jongen. Ik ben al zaken uitkomen, resultaten, ben van tijd van, nou, het is leuk. Ja, we hadden een werkwijze dat er in 6 tafels waren waar die 2 thema's toen kwamen. 3 tafels gericht op zorg en 3 tafels die gericht waren op vastgoed. En als je het over zorg hebt, is dat heel vaak waar doe je wat. Als je het over vastgoed hebt, dan is het heel wat zouden we daar doen en hoe kun je dat verbinden? En in beide gevallen, zowel zorg, is het van hoe kun je meerdere zorgonderwerpen bij elkaar positioneren? En hoe kan je daar als burger in participeren? Punten die eruit kwamen, wat wel opvallend was dat vastgoed is een last, was op een gegeven moment werd geroepen. En wat natuurlijk wel heel bijzonder is, want als je
Eerst is altijd, als je een eigen huis hebt, dan is het mooi, want dat neemt toe. Maar de recente ontwikkeling economisch maakt ook dat als ondernemers, maar ook persoonlijk, dat er gezegd wordt, ja, vastgoed, dat is ook wel direct het eerste wat je merkt als het minder goed gaat. En nu gaat het helemaal zo. Maar waar zei dat? Dat ben je dan bedroeven die dat aan de tafel kwamen. Nee, de mensen die aan tafel kwamen, zeiden, oké, denk eens na over vastgoed. Ja. Hoe kunnen we dat inzetten? En dan was zo, nou, zouden we dat moeten kopen of juist niet? Nee, vastgoed moet je niet kopen, want dat is een last. Ja, okay. En leegstand, hoe kun je dat invullen? Er werd gezegd, ja, misschien moet je niet denken aan een invulling, maar moet je denken aan slopen. Misschien is slopen wel veel beter en dan opnieuw kunnen bekijken van hoe ga je die plek inrichten.